Ja, dik hoor. Ja? Ja, ja. Nou. Ik kom er niet eens doorheen, joh. Ik ben er nog eens niet doorheen, hè. Ik zit nou wel aan een 3,5. Ja. Ja. 5 is veilig, zeggen ze, hè. Ja, ja. 4 centimeter naar boven. Nou, dat is nog steeds niet door. 5. Nou is je bijna door, ziet Basker. Ja, ja. Komt hij aan. Ach, man. Ik zeg, is goed dik, hoor. Ja. Ik kan een rolmaat niet in. Ik kan even... Even kijken, hè. Dat zie je, kom ik bijna helemaal pink zit erin. Oh. 5,5, 6 centimeter. Dat is goed, hè. Dat is goed. Zo, we gaan. Touwtje voor de veiligheid. Ja. Hoeveel weeg jij? Krap 80. Ah. Als we een beetje uit elkaar blijven staan, ja, ja. Kunt die wel, hoeveel weeg jij? 100? 90? 95. 190. 190. Ik heb opgewarmd, doet het alweer. Hier is hij heel wat dunner, Tom. Oh ja? Ja, 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 scheelt zo. Het scheelt een dikke 1,5 centimeter. Zo. Maar maak eens uit. Ja, dat scheelt echt veel. Hier. Ja. Live er doorheen. Daar zit hij al te hoepen, jongen, hè? Nee, dat is ook een min, ben ik niet. Heb je droge kleren bij? Nee, maar ik zak er niet door. Ah. Ik heb een droge kleren bij. Als er iets van ons doorzakt, dan... Als we doorzakken, dan hebben we pech. Ja. Zo sterk erin, één. Het is zo koud, hij heeft een gat, gelijk boor, nee, dicht niet. Ja, echt waar? Ja. Dan is het vooral een scheur in hier. Maar het zwarte ijs, hè, dat is goede kwaliteit. Ja, dat zeggen ze. Van de witte, hè, dat moet je niet opvangen. Nee, nee. Hoe zwarter, hoe donkerder, hoe beter. Ja. Kom op, in gaat je zak. Ja, je bijna door. Ja, die gaat verder dan je denkt, hè. Je moet zeggen dat je er zo niet doorzakt en dat je best een gat maakt, hè. Ja. Close-up, close-upje. Zou ik er echt niet door, Tom? Echt niet. Nee. Daar we staan. Was ik ook, die 10 kilo, dat maakt echt niks uit, hè? Nee. Goed, man. Kijk altijd onder het ijs hoe daar die lijn gaat. Ja, ja, als die onder mijn voet is dan. Nek. Zo.
Hey. Dik genoeg? Oh, jeetje. Dat is wel 7. Jeetje. Dik, hè? Ja. Ik zeg. We hangen er eentje horizontaal aan. Ja. Hey. En eentje verticaal. En een grote makreel heb ik bij. Daar hebben we wel een hele stugge pook voor meegenomen. Een lange, eigenlijk een te lang hengel. Ja, ja, maar ja. Maar we gaan van die in een dikke, hè? En er zitten wel een grote op hier. Oké. Dus dat komt. Dat is het plan. Ja. Eentje verticaal boven de bodem, eentje horizontaal, half meter boven de bodem en eentje op de bodem. Ja. Noemen we met makreelvissen en sardien. Makreel en sardien? Ja, sardien noemen we wegvoeren. Makreel laat gewoon hangen, ja. Maar die snij je kapot. Ja, snij je gewoon de midden. Ja, de midden, ja. En dan die heb ik gisteren al uit de diepvries gegooid. Dus die het, kijk, heel die zak die zit al helemaal vol, vol bloed. En, dus oh, ja, dat ziet vuur, er, hè? Dat ziet er lekker uit. Soms vraag ik me wel eens af wat ik zo 's morgens om 7 uur aan de waterkant bij min 6 met een hele grote makreel staat te snijden, maar daar moet je niet over nadenken, want dat is gewoon hartstikke leuk. Er zijn mensen die de andere dingen liever doen, maar ik niet. Kijk, ik pak gewoon zo'n... Ah, die hoeft niet uit te gooien, dus nee, die hoeft niet zo... zakken, hè? Ja. Ik doe gewoon met zijn rug, hij is nou nog bevroren, maar die is zo ontdooid. Ja, die is... hangt hij zo, dat is alles. En ik ga hem laten zakken. Ja. Ik ga nu even drijven, maar die dadelijk... Oh, die blijft drijven omdat hij bevroren is? Ja. Even kijken. Kijk, hij is mooi boven de grond. Ik kan niet zo heel hard rammelen straks, want ik heb mijn verticaal molentje erop gezet. Het voordeel is, kijk, daar kan hij mooi in staan. Ja. Hij blijft staan. Het ijster om in te roeien. Dieper. Ik moet wel zorgen dat de olijn niet bevriest. Hè? Ja, ja, ja. Dus heb ik hem gewoon zo met de beugel lopen. En dan... komt goed. Gaat goed komen, hè, jongen. Gaat goed komen. Ah. Nee, het is wel een sport als je daar aan de snoek aan hebt om te hangen, denk ik. Gewoon rustig drillen, hè? Ja. Nou, we gaan nog even... We zitten hier op 2 meter. Ja. Daar op 2,30. Ga ik toch nog eentje midden op de plas hakken. Ja, we gaan de gok wagen. Ja, goed. Op een meter of 3 en dan kijken of dat een dikke nikke ligt. Zo even een makreeltje snijden. En Jurgen zegt nog altijd, dat moet je niet alleen doen. Dat lijkt me ook echt geen goed idee. Maar even deze jongen de kop afsnijden. Zo. Die gaat eraan. Je gaat eraan. Drie gaten gekrapt. Eentje makreel ligt op de bodem, de andere die hangt er net iets boven. En de sardine en de makreel die gaat eigenlijk in het grote gat op het diepe gedeelte. We zaten net hier aan de kant, daar zagen we allemaal vogeltjes hier, allemaal vogeltjes wegflippen hier. Dus de aasvis zit hier in ieder geval wel. Af en toe houden we nog een beetje die dobbels in de gaten natuurlijk. En we hebben hier een touw uitgegooid, kun je hier zien. Mocht het nodig zijn, dan hebben we nog iets om aan vast te grijpen, mocht het misgaan. Dat moet je niet alleen doen in ieder geval. Oh, daar gaat ook nog een kril, mag ik eens kijken?
op de boeien, hè. Kijk, darmen vallen er al bijna uit. Oh ja, ja, ja. Lekker. Ik leeg over het water, dan val je niet zo snel. Als je stapt, dan val je wat sneller. En daar gaat hij. Evers van Bentum hier. Net hier even te kijken en in één keer die dobbeljongen door het ijs heen. En we lopen erop en Jurgen voelt en slaat aan en voelt hem even. Even stond hij dat hengeltje krom, maar het losgelaten helaas. Dus ja, of die, de aas was een beetje te groot of misschien een kleinere vis, maar we hebben wel beter, ondanks dat hier van die soepkippen allemaal aan het schaatsen zijn. Dus dat is natuurlijk al wat minder. Maar ja, de eerste beet van vandaag hebben we gehad. Dat is nu een uur of half elf, denk ik, kwart voor elf. Dus we gaan het meemaken. Ik heb net beet gehad. Ja, het is dun hoor, hier vooraan. Die daarachter, die moeten we nog gaan halen. Ja, heel hard rennen en dan pak ik hem en dan gelijk gewoon in de overkant. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, het is echt flink aan het dooien. Ja. Flinke scheuren hier vooraan, joh. Het vriest ook niet meer dicht, hè? Nee. Nou, tot nu toe niks gevangen. Eén beet, dus dat valt een beetje tegen. Maar we hebben geluk. De vrouw van Jurgen komt frietjes brengen. Frietjes met mayonaise. Ik weet niet wat Jurgen besteld heeft, denk ik. Twee gehaktballen of zo. Gehaktstaaf. We hebben nog een uurtje. Kijken of er iets gaat gebeuren. Zo niet. Dan hebben we toch een leuke dag gehad. En een beet, dus ach ja. Whatever. We hebben ons in ieder geval geamuseerd. Kleine friet mayonaise. Wil je nog meer?
Ik denk deze mayo is. Dat zal wel. Ja, denk ik wel. Lekker man. Lekker hè? Oh, zo lekker warm. Als ik een beetje regen dan mag eten. Wat beter werken. Lekker. Oké jongens, nou, het was een hartstikke fijne dag. We hebben helaas niks gevangen. Wel een beet gehad. Hè? Ja, één keer beet. Eén keer beet. Vanmorgen. Een paar mooie, wel heel mooie foto's gemaakt. Lekker de hele dag buiten geweest. Weer een ervaring rijker. We hebben koffie gebracht, worstenbroodjes gebracht, friet gebracht. Ja. Kan niet missen. Ja, alleen vis hè. Geen vis. Wat verdomme man. Maar het valt niet mee hè. Dus... Tom en ik zagen eigenlijk al een beetje hetzelfde. Ik liep over het ijs een beetje rond te lopen en Tom zat op de kant en één keer zei je, hey beet. Ja, dobber, je moet plat liggen. Toen liep je weg, maar niks gevuld. Helemaal, de sardine was ook nog helemaal niet veel aan te zien, hè? Ja. Nee. Ja, er was niks aan te zien, dus... Een kleintje misschien of een snoekbaars, je weet het niet. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Maar goed, wel een hele ervaring, want hoe vaak kun je dat nou doen, hè? Misschien duurt het wel weer 10 jaar. Ja, ik wil misschien 10 jaar wachten weer. 5 jaar geleden ben ik hier ook geweest en toen vond ik wel vis. Oké. Ja. Toen heb ik ook meer beet gehad dus nou, maar ik heb tegen Tom gezegd, er zijn best wel veel snoeken kapot gegaan de laatste 5 jaar hier. Gewoon van ouderdom. Ja. Maar ja, ze zitten er wel, want... Ja. En dan natuurlijk ook voor de eerste keer echt een hoop schaatsers troppen. Ja, nou was het een schaats. Ja, irritant hoor. Vervelende kinderen allemaal stenen aan het gooien, dus schiet allemaal niet op. Ja, dat was niet echt... Maar we hebben wel lekker gevist. Zeker. Hey, dankjewel weer. Op naar het volgende avontuur weer. Tot de volgende keer weer.